Weet u het nog? De plaatjes van het Oude Testament. En wij geloven dat we die plaatjes niet meer letterlijk nodig hebben voor de dienst van de Here. Plaatje van de tent der samenkomst en van de hoge priester en van het altaar en van het reukofferaltaar en het brandofferaltaar. Die plaatjes, die hebben wij niet meer nodig, want die zijn voor kinderen. Voor babytjes die langzamerhand moeten gaan leren lezen aan de hand van een plaatje. Maar als je volwassen geworden bent of wat ouder geworden bent, jongens en meiden, dan heb je dat plaatje niet meer nodig. Dan hebben we genoeg aan de woorden. Het Oude Testament is eigenlijk dat boek met al die plaatjes. Om kinderen, zegt Paulus, te leren lezen. En als je eenmaal de woorden leert lezen en de woorden leert verstaan, dan heb je die plaatjes niet meer nodig. Toch keren wij vanmorgen terug naar het Oude Testament en we gaan met elkaar kijken naar die plaatjes, wat ze betekenen. In die zin is het plaatje bij ons weg, maar de betekenende inhoud, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, die hebben wij nog steeds. Want het Oude Testament is geen ander boek dan het Nieuwe Testament. Wij hebben één Bijbel. Het is niet zo dat het Oude Testament de wet is en het Nieuwe Testament het Evangelie. Wij geloven dat het Oude en Nieuwe Testament wet en Evangelie bevat. Alleen dat boek met die plaatjes, dat heeft een wettische wolk boven zich hangen. In het Nieuwe Testament is die wolk weggenomen. Is alles helderder, klaarder, meer zwart-wit en meer onderscheiden als in het Oude Testament. Maar niet wezenlijk. Wezenlijk geloven wij dat wij één Bijbel hebben.